ze noemen het hier een bijna thuishuis. En ik dacht, oh mooi, want sterven is thuiskomen. Maar er wordt iets anders bedoeld, namelijk een bijna net zoals thuishuis. Ik praat nog overdag nog. Gewoon dat mijn vrouw tegen mijn vrouw praat van ja, ik ga dit doen, ik ga dit doen. Ik merk dat ik hier gewoon heel erg mezelf kan zijn. Ik heb heel snel connectie met mensen hier. Iedereen is heel warm, heel lief. Sommige mensen komen hier binnen met knikkende knieën. En na een paar weken zie je ze gewoon helemaal vrij hier bewegen en zich thuis voelen. Een kind van ongeveer 8, 9 jaar die vraagt jou een vraag. Dan zegt hij, nou, mijn ouderen zijn gewoon dom. Dan vraag je, hoe kom je daarbij? De mannen die in deze pastorie nu wonen, die zaten met z'n zessen op één slaapkamer. En nu staan we op de grens dat ze een eigen woning gaan krijgen. Maar daar komen zulke mensen in, hè? Die vragen dan of jij je zin hebt om te komen lunchen ergens. Hè? Nou, en dat is dan fijn, dan ontmoet je andere mensen.